allemaal, welkom bij weer een gloednieuwe video op Swap Games. Mijn naam is Matthias en vandaag ben ik hier niet alleen, ik ben hier samen met... Met Berten. Lekker op tijd. We gaan vandaag de allereerste aflevering van onze serie spelen. We gaan een survival serie doen op een server. Dus ja, we hebben er natuurlijk heel veel zin in. En laten we er dan maar snel aan beginnen. Ja. Met hout te hakken. Nog niet te veel springen, anders moet ik onmiddellijk al gaan eten, sabiet. Ineens, eerst eens wat varkens killen. Eerst hout. Maar ik dacht wel, jij gaat wel hout fixen. Dus. Lijk. Lijk. Oké, okay, nu ben ik hout aan het fixen. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, Bert. Wat ben jij aan het doen? Ik ga nu hout pakken. Nice. Hout. Hakken. Ik ben een houthakker geworden, Matthias. Oké. Eén boom al gehakt. Onmiddellijk dat even omzetten in hout. We gaan wel niet samen in eenzelfde huis maken. We gaan gewoon met elkaar spelen. Ja, met elkaar onderhandelen. Ja, met elkaar onderhandelen zo'n beetje. Dat willen we nu als eerste gaan doen. Maar in het begin gaan we heel misschien nog wel even samen zijn. Dat misschien nog wel handig is. Ja. Maar dat zullen we nog wel zien. Als ik niet snel in de red ben. Het is ook de allereerste keer voor ons dat wij Minecraft een serie gaan opnemen bij Survival, dus ik weet niet goed wat we gaan knippen, wat we gaan behouden en zo. Dus als de eerste aflevering kort of heel lang is, dan moeten we nog wel zien. Oké. Je stem is vrij haperig, Berthe. Ik zeg het maar. Dat van jou ook. Ligt waarschijnlijk aan het programma. Ding uit aan mij ligt ook nog eens. Dat is erg. En waarschijnlijk ook nog aan het programma waarmee dat we praten. Omdat mijn stem ook haperig is. Ik denk dat het nacht aan het worden is, ja. Is het nacht aan het worden? Ja. Ik weet niet wat jij zei. Misschien moeten we in het begin nog wel even bellen. En jij wilt slapen, zeker? Ik heb nog geen bed. Ik weet niet, hè. Ik ook niet. Hier moet ik naar terugkomen dan. Jij wel hout. Ik, sofa. Komt je anders even terug naar de spawnplaats en dan kunnen we daar in de buurt even. Maar ik ga gewoon even verder werken, hè. Thanks, oké. Leuk dat Minecraft vandaag nog eens op tijd is. Nog een blokje, dan ga ik wel twee omhoog. Ik ben zelf ook aan het opnemen. Ah, nice. Want jullie gaan zowel Bertha als mijn perspectief zien om de zoveel tijd. Yep. We zullen dat wel even zien hoe dat we dat gaan doen. Maar ik kan eens een keer chillen met zes. Nee. PvP staat aan, maar misschien is dat voor latere toernooien dat we gaan doen of zo. Anders. Maar in het begin gaan we dat nog niet te veel gebruiken, hoop ik. Hoopt hè. Dus kan ik gewoon terug zijn. Kom aan, daar is die crafting table. Oké. Ah, oké. In de stone ace met zes? Ja, ik ook net. Dus jij niet ver echt, hè? Nee. Ik wil nog even fakkels fixen voordat het donker is. Is hier geen houtskool? Nee, niet dat ik zie. Ik ga ook nog niet diep. Maar je bent aan het minen, echt. Nee, maar ik ben zo... Ik ben groot. Laat waar wel, ik ben er niet echt ingegaan. Zestien plus drie. Of ga ik meer doen? 24 plus drie. Oké. Bert is volop aan het... En als je nu aan het denken, waarom 24 plus drie? 24 plus drie, dat bedoel ik meer dan drie voor een pickaxe, drie steen. Dan
Hoeveel steen? En dan 3 furnaces. Oké. Waar staat die? Oké, die heb ik ook nodig. De zon is nog in de... De zon is net over de helft, denk ik. Ik had me vergist daar net. Ben je al level 1 of zo? 2,5. Wat? Hoeveel, hoeveel kool heb je al gehad? 19. Ik ben daar net mee begonnen. Ik ga hier even een huisje maken dat mij kan beschermen tegen de zombies. Doe jij nog een zakje? Nee. Het is echt wel heel klein nu, maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Ben je aan het terugkomen? Bert heeft het spel verlaten. Huh? Dat komt op mijn scherm. Oh. Wat is er, Bert? Ik val heel dat weg. Ah, Bert, zijn wifi is niet zo heel goed. Hij probeert denk het je? Wel te fixen. Denk ik. Ik ga hier nu even minen. En dan ga ik hopen dat terugkomt in het spel, want er zit er nu nog steeds niet in. Jawel. Mensen dat er nog steeds eigenlijk het spel hebt verlaten. Ah. Zo, dat is niet zo heel erg. Zolang dat je maar kunt spelen. Ah, nu ben je er binnen gekomen. Volgens mij... Ben ik hier? Wat? Ik ben 20 kilometer teruggespawned. Er zit een vertraging op, precies. Ah, ik ben level 1. Dus dan weet ik wel van hier dat hier nog steenkool is. Waar is mijn crafting table? Waarom heb ik die gehackt? Ah, nu gaat het beter. Ah, nice. Of niet? Ik verbrand nu mijn oude houten tools, omdat dat brandt niet heel goed, maar dat is toch beter dan onmiddellijk al je kool verbruiken, ook al heb je dat net aangestoken met één kool. Je moet dat wel een klein beetje in de oog houden. Ik weet niet waar Bert nu aan het doen is. Hakken, hout, steenkool hakken. Eigenlijk, waarom ben ik nu ook dit aan het doen? Ik ben zo dom. Zo, ik subiet ook aan mijnen. Ja, dat was ik dus ook van plan. Maar ik was dus nu gewoon al aan het minen, dus ik wil deze boom eigenlijk nog wel graag even hakken. Oké. Voilà. Nog een boom hakken. Waar is de zon? Ik zal nog wel even naar binnen gaan. En nu kan ik naar hier gaan, hè? Dat niet eens nodig gehad, oké? Okay. No! Andere key zoeken. Eten zoeken. Kan ik wat brood lenen? Ik heb 7 gebakken varkensvlees, maar ik moet mijn spel in het Engels zetten. Zit dat nog steeds in Nederlands? Ja. Oh man. Varken. Waarom loopt hij weg? Die haalt jou. Ik ga hier nu gewoon even wat uithakken. Om de nacht door te komen en dan heb ik zoiets al van steen, snap je? Ik mis alles. En dan, ja, dan kan ik beginnen te bouwen van huis of zo, van fatsoenlijk huis. Bert is ondertussen ook even mijn huis gejoind, omdat hij allemaal problemen had met zijn wifi en zo. Dus ik kon niet even een huis bouwen, maar nu kan hij wel. Nu zit hij even veilig en dan gaat hij morgen gewoon terug weg. Allee, ik kan het nog niet echt een huis noemen, maar ja. Ik kan ondertussen ook beginnen aan een mine even gauw. Voor, ik hoop wat ijzer al te vinden, dat zou nice zijn. Cool, gaan we dat ook even allemaal hakken. Heb je al iron gehakt? Nee, cool. Het is ondertussen dag aan het worden. We hebben de nacht
helemaal doorgebracht hier. Ik ben al een kleine mine begonnen, maar ik heb niks gevonden. Dus ik had de fakkels er nu ook even. Ik had de eerste twee fakkels eruit halen. Ja. Helemaal naar beneden te lopen. Ik heb er al acht, oké. Okay. Ik hoor de zombies al verbranden. Oh, oké. Okay. Ja, ik hoor die ook verbranden ineens. Voilà, en ik ben buiten en nu ga ik nog even verder hout hakken. Ja, ik heb geen hout meer nodig, denk ik, even niet. Dus dan ga ik nu... Nee, ik ben zo dom geweest om daar net al mijn hout naar planken om te zetten. Ja, ik heb dat ook gedaan. Ah. Daar was niks, dan ga ik nu even verder zoeken. Het is wel veel gravel images. Ja, gaat al beter met je wifi, Bertha. Ja, nu wel. Hopelijk. Oké. Wat heb ik nodig? Een cave. Ik zit al onmiddellijk naar een cave. Ik had dat net tijdens de nacht ook even gemined. Ik heb alleen steenkool gevonden, zoals jullie ook zagen. Jammer genoeg. Au, au, au. Ik denk niet dat we de allereerste aflevering al een huis gaan bouwen. Nee, vooral eerst even ijzer willen fixen, allee, ik toch. Spreek over jezelf, mensen. Oké. Okay. Ik heb al 9 flint en flint. Ik zeg toch, ik toch. Ik wil flint. Ik kan niet ontploffen. Dan kan ik snel de pijlenboog maken. Voilà, ik heb al een buskruid. Om jou beter aan te vallen. Ah, wat? Ik zei niks. Oh, ander hout. Kom aan, varken, kom hier. Hupsakee. Er stond één boom van ander hout. Misschien moet ik die zeppelin wel. Als hij er één dropt, ik hoop van wel. Want dan kan ik bij mijn boomplantage, allee, boomplantage zo even, alle boompjes verschillende dingen hebben, want dat zou wel aardig zijn. Ik heb een dorp gewonnen, Matjes. Nice. Waar ergens? Op een locatie dat er niet is. Je hebt geen dorp gevonden. Geloof dus wel, hè? Ja. Laat zie je met de straat naar blindelings? Zoals jullie zien, met de straat naar blindelings. Laat alsjeblieft een zeppelin vallen, want dan ben ik blij. Waar kan je met pompoen pitten? Ja! Oké, waar ben ik? Twee, nice. Koeien! Nice. Die gaan dood. Moet ook even terug wat eten fixen eigenlijk. Kom. Was er maar één? No. Maar ik heb wel een cave, denk ik. Nice. Oké. Okay. Nee. Ha, wat? Dat wordt 30 weg van dat. Maar 5 diep of zo max. Oké. Okay. Hier dieren. Ik hoop het wel dat hier dieren zijn. Ik ga op zoek naar dieren. Waar ben je? Nog steeds op die oude plek? Nee, ik ben al verder door naar achter gegaan.
Ah, dus je bent helemaal tot aan de richting naar mij gelopen. Waarschijnlijk. Want jij kan nog gaan terugvinden straks. Ja. Schappen. Nee, als ze gewoon coördinaten zeggen, dan komt dat wel goed zeker. Neem deze stoelen ook al mee. Oh. Voor de zekerheid, voor later misschien. Handig zijn om te verkopen tegen Birsa. Oh, ho. Wat? Ja, mijn ding is weer vastgelopen. Ik heb ondertussen een grot gevonden. Ook vind ik even wat ijzer, dat zou nice zijn. Bert, dat Minecraft is terug vastgelopen. Ja. Beneden gaat dat toch beter. Ja. Ik weet het niet, zeg ik met mijn balk. Je kent toch zo die inventory balk, hè? Matthias? Ja. Zit je toch meestal mijn zwart voor mij aan de linkerkant, hè? Ja. Nu zit dat tweede van rechts. Ik weet niet wat er met mij is gebeurd. Oké, dat gaat nog weer hier. Hoezo blijft een schaap stilstaan? Maar joh, ik heb een spawner gevonden van zombies. Ja, goed voor u. Ik kan niks doen. No. Oké. Zal ik zien hoeveel abonnees we hebben op deze mensen? Op deze mens. Ik heb buskruid, ijzer, een zadel, brood, touw. Twee muziekdingen. Een iron horse armor. Ah, dat wil ik wel. Mag ik dat? Nee. We hebben op deze mens. Is dat schap nog steeds niet dood? Huh? Ja, het loopt weer vast in mijn gezin nu ook al, wat? Ah! Ja, het is dood, eindelijk. Dus ik heb ijzer. Waar zijn er schaap? Waar zijn er schaap? Kom aan. Daar, wat? Er ligt hier ook nog iets. Is dat diep naar beneden? Oh. Maar daar ga ik nu niet in, want als ik daar naar beneden... Nog één schaap. Zit daar waarschijnlijk mensen... Ah, ijzer. Eindelijk. Nog één schaap en ik drie bal krijg ik al een bit maken. Nice, ik heb nog geen bit. Natuurlijk vind ik weer geen derde schaap. Oké, dan ga ik iets anders zoeken. Ga ik nu in een boogje... Oké, kippen! Nice. En mijn spel loopt weer vast, oké. Ik ben blij dat ik ijzer heb gevonden. Als ik hier nu nog de uitgang vind. Ik heb ondertussen ook de uitgang gevonden. Even nog wat eten. Ik heb wel eten nodig. Het is wel even belangrijk. Een kip, nice. Nice. Oh, maar heel mijn inventory zit vol. Ga ik uitgooien. Dit, rotte vlees. Kippen, nice. Dit, voilà. Nee, maar het gaat terug nacht worden. Aha. Zit het daar onder, hè? Dat boeit mij of niet, als het nacht gaat worden. Ik ga even op die berg staan. Zit er hier nog kippen? Natuurlijk weer niet, denk ik. Ach, jawel, jawel. En ik ga even gauw iets rond mij maken. Of even inkappen in de berg gewoon. Die heb ik opgepakt, ja. Even naar boven op de berg. Per blokje dat ik hak heb ik nu ook best wel wat leek. Nu
niet meer precies. Mijn deuren, waar staan die? Hier. Voilà, ik ben veilig voor de nacht. Oké, kan ik hier allemaal naar boven lopen? Ja. En ik ga de nacht weer aan jullie niet tonen, ik ga de hele nacht gewoon minen en als ik iets vind, dan toon ik het wel. Ik ben ondertussen nog steeds aan het minen, ik heb nog niets gevonden, zelfs geen kool. Ja, ik heb ijzer gevonden, dan heel de nacht door minen, want het wordt net dag, zeg Birte. Je hebt al 5 ijzer toch? Ja, maar dat had ik gevonden in zo'n ding. Wauw, oké. Mijn pickaxe is kapot net nu. Ik heb een crafting table en zo bij. Dus ja, zo zien jullie maar hoeveel dat ik gemined heb aan mijn spullen te zien dit in mijn inventory. Daar ben ik bij. Dus ja, ik kan nu naar boven gaan en dan ga ik denk ik al mijn fakkels meenemen en dan ga ik naar buiten. Oké, ik ben boven, maar nu moet ik afwegen wat dat belangrijk is en wat dat niet belangrijk is. Mijn voedsel geven, dat is belangrijk. Deze kan ik hier in mijn hand steken. Is het echt al dag? Ja, het is echt al dag. Crafting tables kunnen steken. Deze zijn veel waard. Touwen neem ik mee, dit neem ik mee, dit. Oh, ik kon dat niet steken. Ik kan hier laten, dit neem ik mee, dit neem ik mee. Die gravel kan ik ook nog hier laten. Die kool is belangrijk, dit is belangrijk, dit. Dit. Dit hier, dit hier. Als ik nu van mijn crafting table neerzet en van even dit erin doen, dit hier in, zo hier één broodje van maak. Zo, ik ga dit al doen. Jongen, ik moet zoveel meenemen. Dit ga ik nooit iets mee bouwen, denk ik. En is dit het enige ding nog dat ik nu toch wil meenemen? Dit, mijn vriend, ga ik ervoor weg. Voilà. Oh, ik ben bijna geheeld, helemaal. Alles ook mee van steen, wat belangrijk is. Oh, die emmer, wat heb je dan in de plaats van die vriend meegenomen? Nog steeds. Emmer zou ik sowieso meenemen. Ja, ik ook, maar in mijn inventory zit vol en ik wil mijn dingen ook niet wegdoen. Zou ik zo'n pijl gewoon wegdoen? Pickaxe of zwaard. Ik kan nu gewoon mijn zwaard wegdoen, want zoveel werk zou ik niet. Waarschijnlijk ga ik zoiets gewoon ijzer aan maken. Steeds mijn weg. Ik maak gewoon zo, dan kan ik mijn zwaard nog wel meenemen. Doe gewoon zo. 4 van dit. 4 van dat. Oh, net op tijd, kom aan. Haal even. Ja. Maar ik was zelf aan het zoeken, waar is mijn kist? Zo word ik die achter die deur gestoken. Oké, nu wil ik wel even een plekje vinden waar ik al een huisje kan gaan maken, zodat ik de volgende aflevering, denk ik, aan een huis kan beginnen. En ondertussen wil ik ook wel liefst wat eten vinden. Oh nee, ik heb weer falling damage gepakt. Pak je altijd van, dames. Ja, ik wil eten vinden. Ik had er juist 2 hartjes. Ik zie het. Oké. Nee, ik heb geen seeds meegenomen, maar ik denk dat ik niet zoveel seeds had. Laat me alsjeblieft hier even koeien vinden. Een kouwcomplex vinden waar ik. Maar ze zijn allemaal veel te. Dit is gewoon de kleine versie van de jungle. Mat? Ja. Hier kunnen wij toch geen huis gaan bouwen? Ik ben bij moeras nu. Oh, daar was ik eerst straks. Nou, we zijn hier aan gelopen, kan ik jouw richting uitkomen. Zou ik mijn coördinaat even zeggen? Ja, maar ik heb nog steeds mijn F3-knop niet gevonden. Ik speel hier op een andere computer als ik normaal speel. En ik had een Bert gevraagd, maar Bert is te lui om te kijken waar zijn F3-knop staat. Ah, maar daar staat, weet je waar jouw S-knop staat? S-knop. Escape. Ja. Daar 3 plaatsen naast. Ja, maar dat even werkt bij mij niet. Dat is voor mij het geluid. Hoger en lager zetten. Ah, maar daar staat die van mij. Dus dan weet ik het niet.
Kijk, hij is te lui om bij zijn instellingen te kijken, waar daar F3 staat. Dus ik had... Nee, maar bij mijn instellingen, hè? Dan doe ik controls. Daar staat nergens F3 tussen. Maar dat kan ook zo... Weet ik niet zijn, oké. Okay. Ik heb hier een vlakte met kipjes en varkens gevonden, dus... Die kip even killen. Voilà. Voilà. Zo heb ik weer een beetje terug eten. Hoezo ben ik nu weer bij een kruis? Wat, en ik heb een echt dorp gevonden. Doe ik wel even weg. Nu ook wel even weten waar je bent. Zoek me maar. Ik weet niet hoe ik mijn coördinaten moet zetten. Maar ik denk dat ik het dorp voor de volgende aflevering ga houden. Vond jullie deze video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren voor meer. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!